We zijn op bezoek bij boerin Trace uit Didam. En wat ik aan het eerst even wil weten, goedemorgen, zijn wij goed te horen? Laat het even weten in de opmerkingen. En ook altijd benieuwd waar je op dit moment zit, als je dit zit te kijken. Nu live of later in de replay als je terugkijkt. Dus schrijf even erbij waar je vandaan, welke plaats of welke provincie je meekijkt. Ik zie nog geen reactie, dus ik hoop dat er even iemand kan laten weten of we goed te verstaan zijn. Nou, in de aankondiging heb je al gezien, boerin Trace vertelt over rozeekalveren. En dit is ook, maar dan boerin Trace live. Stel je voor, Trace, wat voor dieren heb je? Wie ben je? Oké. Goedemorgen allemaal, ik ben Trace Blom, 33 jaar. Ik woon in Didam met mijn gezin. Boer Bert die is 36 en 3 kinderen. Eentje van een zoon van 7, een dochter van 5, een dochter van 3. En 16 weken in verwachting van, ik weet nog niet wat. Ah, oké. Ja, ja, ook nog. Dat wist ik nog niet. Nee, verrassing. Wij hebben hier in Didam een kalfhouderij. De ouders van Bert zijn hier in 92 komen wonen. En toen was het nog een kalfhouderij met blankvleeskalveren. Wij zijn in 2011 ben ik erbij gekomen. Dus precies ook het moment dat Bert ging, samen met zijn ouders ging omschakelen naar de rozeekalveren. Dus we hebben op dit moment beide soorten, zeg maar. En wat ik ga doen is jullie meenemen zoals ik de mensen altijd meeneem op het erf als wij een open boerderijdag hebben. Die is normaal één keer in de maand op zaterdag. Maar goed, corona, dus dat kan even niet. Nee, en dus een virtuele rondleiding vandaag. Ja, precies. Ik ga mijn best doen. Nou ja, wij beginnen dus altijd bij de blankvleeskalveren, want daar doen wij eigenlijk niks mee in de eigen verkoop. Maar daar zit... Ja, er zitten zoveel vooroordelen over en het is zoveel in de media over hoe dat zou zijn. Dat we het heel belangrijk vinden om toch te laten zien van, hey, dit is het. En dit doen we ermee. Dus even een kort stukje daarover en dan ga ik jullie meenemen naar de rozeekalveren. Oké, ik zie trouwens reacties binnen van Tilly. Til Lee, ah, Til Lai. Uit Apeldoorn, leuk dat je erbij bent en even wat weten. Die Schoorman, hey, die kennen we, want ik heb net haar foto laten zien. Van jullie gezien. Leuk dat je erbij bent, Dies. Ik kon je niet taggen, maar je bent wel vermeld als fotograaf. En even kijken, Dies komt uit Zeerenberg. Ja, nou, ik ga even... Ze staan wel lekker te koeken. En Rigo, hallo, Tante Trace. Ja, dat is mijn liefje. Ja, ik ben hier even aan het draaien, want ze staan al lekker te koekeloeren. Dit zijn dus de blankvleeskalveren. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben, want als we binnenkomen, dan zeggen ze meestal allemaal samen hallo. Ja, kijk aan. Zo. Ja, het is op een boerderij, dus internet is natuurlijk altijd een beetje tricky. Dus als wat wazig beeld is, dat is dan eenmaal plattelands internet, zullen we zeggen. Ja, excuus. Ja, dit zijn dus onze blankvleeskalveren. En die komen hier binnen tussen de 14 en de 35 dagen. Dat is net zoals met rosé. Dat is gewoon wettelijk bepaald dat dat zo moet. En wat wel heel leuk is, is dat wij ook hierin gewoon... ondanks dat we dus aan het overschakelen zijn op rosé, dat wij wel gebruik kunnen maken van onze visie dat de kalveren zo dicht mogelijk uit de buurt moeten komen. Dus deze kalveren die komen ook eigenlijk allemaal uit de buurt. Okay. En dat betekent kort transport van melkveehouder rechtstreeks naar onze boerderij. En dat scheelt stress en dan krijg je uiteindelijk mooie gezonde kalfjes. Want stress dat is altijd een factor. En wat ik dan ook even belangrijk vind om te laten zien, is We zien nu heel weinig, moet ik zeggen. Maar ik moet zeggen dat ik kreeg gisteren nog een berichtje van Caroline Hupkes. Nou, dat is een plaatsgenoot van jou, hè? Dat er ook kalveren van hen ook bij jullie terechtkomen. Onder andere. Ik denk dat op het moment even het
internet is uitgevallen, dus ze zal zometeen weer terugkomen. Dat is dan altijd weer even het risico van internet op het platteland. Dat niet alles altijd even helder is. Als je niet goed verstaan hebt, ze had dus net aan dat kalveren vanaf 14 dagen oud op hun bedrijf komen. Van boerderijen bij hen in de buurt. Dus ze komen niet uit het buitenland of ver weg vanwege de stress. Maar dat is ook dichtbij. En we hebben weer een kalf in beeld. We zijn er weer. Ja. Hoe zie ik hier? Sorry. Ja. Wat ik dus wil laten zien is... Ja, dat is dit. Want wat er meestal wordt gezegd... is dat blankvleeskalveren alleen maar melk krijgen. En dat is gewoon niet waar. Want 60% van hun rantsoen bestaat ook gewoon uit ruwvoer. En dat is heel belangrijk. Want zo... steun je de herkoopactiviteit en zo blijft het wel even tevreden. Gaan we even omdraaien? Ja, daar ben ik weer. Want als we dit anders dan zijn we over een half uur nog mee. Hè? Zo. Ja. Ja. En ja. Wat ze nu wat ze te eten krijgen, zijn ook andere, onder andere restproducten? Ja, bij Blank is dat wel. Van wat een de eten van. Sorry, wat zei je? Qua voeding, qua kringloop, zeg maar. De kalveren krijgen te eten wat een consument, wat de mens niet eet, hè? Ja, nou ja, wat bij Blank belangrijk is, is dat er, daar wordt, laat maar zeggen, gestuurd op HB. En dat is ook altijd het punt waarvan mensen zeggen, oh, dat is dieronvriendelijk. Maar eigenlijk is het de ijzergehalte, sorry. Oké. En... maar daar komt juist het vakmanschap van de boer kijken. Want de kunst is, de vraag naar blank kalfsvlees, dat is cultuurgebonden. Het is voornamelijk een exportproduct. Het gaat dan naar Italië bijvoorbeeld, naar Frankrijk, waar ze dat van oudsher eten. Ja. Maar de kunst voor de boer is om dus een zo gezond mogelijk kalf te hebben. Minimaal medicijngebruik, optimale groei. En dat kan alleen maar als dat dus... gewoon goed in balans is. En als een kalfje echt bloedarmoede zou hebben, dan zou die niet groeien, dan wordt die ziek, moet je heel veel medicijnen gebruiken, allemaal dat soort dingen. Dus eigenlijk is de boer die echt goed in staat is om die blanke kalveren op te laten groeien, is gewoon echt een vakman. Ja. Ja. Kijk, nou goed. Nou, en waarom maken wij dan de omschakeling naar rosé? Ja. Vertel. Ja, nou ja, dat is, laat maar zeggen, onze vakidioterie. Want we houden van voeding. Ik vind het leuk om in de keuken te staan, zeg maar. Maar Bertie is heel veel bezig met de voeding van de rosé-kalveren. En hierin kun je gewoon doen wat je wil, zeg maar. En dan kom je dus ook op die reststromen. Dus bijvoorbeeld bierborstel. Als er bier wordt gebrouwen, blijft er een product over. En dat product is prima geschikt voor onze kalveren. Ja. Aardappelsnippers bijvoorbeeld, is nu in de media geweest ook, met de frietaardappelen, dat die naar de melkkoeien gaan. In de kalfhouderij heb je bijvoorbeeld dat patatjes die dan niet geschikt zijn voor mensen, omdat ze niet mooi zijn of allemaal dat soort dingen, die kunnen gegeten worden door de kalveren. Dus zo heb je, laat maar zeggen, allemaal... Bert komt eens even in actie. Ja, in actie, ja. Maar zo heb je dus allerlei producten waarmee je dan kan, kan kokkerellen eigenlijk. Ja. En als boer. En het leuke is dat Bert dan ook nog heel ver gaat. Die gaat kijken naar de mest. Van hé, wat doet dat eigenlijk in het dier? Want hoe meer mest, des te minder het kalf gebruikt. En je wil eigenlijk dat dat mooi in balans is. Dus wat het kalf eet, dat zorgt voor groei. Dat hij gezond blijft. Dat hij daar echt wat mee kan. Ja. En zo reduceer je dus uiteindelijk ook je uitstoot door op die manier ermee bezig te zijn. Ja, inderdaad. Wat je hier ziet is trouwens, dit zijn onze nieuwe stallen. Of nieuw, dat is wel grappig, want die zijn gebouwd andersom. Toen Bert dus die nu de stal bloot, inderdaad. Ja, precies. Dat is er één en daar staat er achter nog één. Dat zijn de twee oudste groepen. En die stallen die zijn gebouwd toen Bert en ik net elkaar leren kennen. Dus dat vinden we altijd wel leuk.
Een leuk symbool. Kan je goed onthouden hoe oud ze staan, hoe lang ze staan. Ja, precies. En ik sta hier voor de wat oudere schuren. Die staan er echt al vanaf het begin. Dat is niet zo goed te zien. Oh, zon. Tegen de zon, ja. Ja, maar deze stallen die staan al vanaf het begin af aan. En er werd dus eerst blank in gehouden en nu houden we daar rosé in. En ik ga nu naar binnen. En je vertelde me dat je normaal gesproken aan heel veel horecabedrijven levert, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Die zitten natuurlijk nu allemaal ook dicht. Dus daar verlies je een hoop afzet mee. Nou ja, dat is inderdaad met corona. De kalveren, om de basis van de kalfhouderij, zeg maar. Het dier wordt geboren, het diertje vaak, bij de melkveehouder. En die wordt geboren omdat de koe zo melk blijft geven. En nou ja, aan zuivelconsumptie zit dus automatisch ook dat stierkalf vast. Nou heeft iedere boer zijn eigen expertise. Waar wij een koe echt niet drachtig krijgen of aan de melk houden. Zo is het voor een melkveehouder lastiger om, nou ja, om die stier, laat maar zeggen, mooi en gezond groot te krijgen. Ja. Dus zo is eigenlijk de kalfhouderij ontstaan. Die kalveren die komen bij de kalfhouder. En wij doen het met rosé. Dan zorgen we dat ze in 8 maanden dat ze, nou ja, zo gezond en groot mogelijk worden. En ik zeg ook altijd, dat betekent niet dat we dieren met obesitas hebben. Want ook dit is weer vakmanschap. Nee. Want mensen willen geen vet. Dus je moet gewoon zorgen dat het dier netjes groeit. En dat die lekker in zijn vel zit. En weet je, als je hem helemaal volstopt met van alles, dan, nou ja, dan zit je met je mes. Dan kom je op zoveel vlakken kom je dan in de knel. Dus dat is echt wel heel gebalanceerd uitrekenen. Wat geven ze, wanneer, et cetera, et cetera. Ja. Ik draai hem trouwens even om, want ik heb hier een publiek. Die staan al meteen te koekeloeren wat ik kom doen. Nieuwsgierig. Ja, precies. Ja, en dit is echt een hele... Deze is zo schattig. En we even snuffelen. Ja, jongen. Ja. En even zabbelen natuurlijk. Yes. Ja. Ja, deze zijn 9 weken bij ons op het bedrijf. En die zijn dus rechtstreeks uit de buurt gekomen. En dat is ook dat stukje wat je zei over de horeca. Rosévlees, dat gaat met name de horeca in, de Nederlandse horeca in. En dat is bestemd voor export naar Duitsland, Italië en Frankrijk. Nou ja, met die lockdown, toen was het meteen al wel duidelijk dat voor ons zwaar werd. En met dat de Nederlandse horeca dicht is, ja weet je, de hele markt voor kalfsvlees is gewoon in elkaar gestort. Dus zeker de rosémesters, die hebben nu die hebben het zwaar. En nou ja, de verwachting is dat sowieso in de hele sector wel gaat voortduren. En dan hebben jullie al een bestaande winkel, hè, om ook aan winkel aan thuis te verkopen. Ja. Maar jullie hebben ook een website waarbij mensen uit heel Nederland kunnen bestellen, blijkbaar. Ja, ja. Ja, want onze basis is eigenlijk altijd informeren over, nou, wat is kalfsvlees nou eigenlijk? Want Nederlanders zijn wel heel gek op zuivel, maar dat kalfsvlees, dat is toch altijd nog een beetje, ja, daar hangt het stigma aan van dat is zielig. En het zijn hele kleine diertjes en ja, et cetera, et cetera. Dus bij ons is altijd het begin het informeren. En dan uiteindelijk, dan nemen we de mensen mee. Ja, jongens. Ja, even naar buiten. Dat is beter beeld dan. Hè, ja, ja. Maar dan uiteindelijk nemen we de mensen dan ook mee over het erf om te laten zien van, nou ja, wat is eigenlijk, wat koop je nou eigenlijk, hè? Wat zit daarachter? Waarom is die kalfhouderijder? En nou, ook hoe voeren wij onze dieren en wat doen we precies? En ik loop nou naar de oudste. Oh, die maken wat dat je er ook bij bent. Het gaat goed, zegt ze. En ze komt uit Bentkom. Leuk dat jullie er live bij zijn. Als je nu net binnenstroomt, dit blijft hier staan op deze plek. Dus je kan het altijd terugkijken.
En ook weer delen in jouw netwerk. Om dit onder de aandacht te brengen. Ja jongens. Die vreten me altijd meteen op. Dit zijn de oudste kalveren. En die zijn 8 maanden nu. Als het even lawaai is hier in de stal, dan klopt dat. Want die, dat zijn gewoon jonge stieren. Dus die zijn ook, dat is de koeborstel. Daar kunnen ze lekker mee krabben. Hier, kijk, lekker hè. Even op de rug krabbelen. Ja, vooral de kop vinden ze echt heel lekker. En ze, je ziet het hekwerk bijvoorbeeld. Dat moet flink stevig zijn. Want die dieren die vinden het ook leuk om op elkaars rug te klimmen. Om uit te vechten wie het baasje is. Dan moet je wel... Stevig materiaal. Ja, precies. Oh ja, deze is ook... Wacht even hoor. Zo. Zo, even een neus. Nou, wij blijven droog. Jouw hand niet. Lekker een natte neus. En volgens mij loopt nu het internet vast. Dat is even... De 8 maanden oude stierkalver die ze hier dus heeft. En even laten zien hoe dichtbij ze willen komen. En even met een natte neus een lik willen geven. Ik weet niet of... ze komt zo meteen weer even terug opnieuw inbellen. Dat is het risico van platteland. Dus niet zoals in de stad dat je altijd supergoed internet hebt. En dan in deze tijd ook nog kinderen die online lessen moeten volgen en dergelijke. Dus dat vraagt nogal wat van internet. Maar ik hoop dat je in ieder geval op deze manier een mooie inkijk hebt gekregen op dit Rosé Kalverbedrijf en Blankvlees. Waarbij ze zich aangaf dat Blankvlees vooral naar het buitenland gaat. En overschakeling naar Rosévlees voor Nederlands gebruik. En dus ja, ze gaf al aan, de horeca ligt stil, is ook een grote afzetbron daarvan. Dus wat dat betreft ook steun je lokale winkels, ondernemers om ook deze tijd door te komen. En Trace en Bert hebben dus een bedrijf in Didam, in Gelderland. Je kunt daar in hun winkel terecht op woensdag en zaterdag. Maar dus ook via de post bestellen en krijg je diep ingevroren in een pakket thuis geleverd. Dus maak daar zeker gebruik van om ook deze ondernemer te helpen in deze tijd. Ik zal... ik dacht dat ze nog even terugkwam, maar dat zie ik nog even niet. Dus dankjewel. Via deze weg in ieder geval jullie als kijkers, maar ook Trace en Bert om deze inkijk te geven op jullie bedrijf. En we wensen jullie heel veel succes toe. Groetjes, tot ziens en deel vooral deze video en wat je hiervan vindt. Groetjes! Even kijken, ik zal nog even kijken of ik nog een vraag gemist heb in de regionen. Goed gezien. Er zit altijd even vertraging op de lijn. Maar ja. Inderdaad, ik denk dat het was, Petra. En de telefoon afgelikt en daardoor uitgedrukt is. Maar bij deze, heb een fijne dag en eet heerlijk van dichtbij, zo mogelijk. En bij de lokale boer. Groetjes. En tot de volgende keer. Op vrijdag 29 mei. Voor een volgende Boerin vertelt.